lang doe jij over een puzzel van 500 stukjes? Inge uit Waalre maar 3 kwartier. Maar ja, ze is dan ook 9e geworden op het WK snelpuzzelen in Spanje. Ik denk in je eentje is het veel oefenen en een beetje experimenteren met strategieën wat goed voor je werkt. Op het WK maak je een puzzel die helemaal nieuw voor je is. Je kan de plaat op de doos natuurlijk al bekijken, maar je wil graag overzichtelijk alle stukjes kunnen zien. Zodat als je besluit van, oh, ik wil graag dit gele stuk leggen, dat je wel alle gele stukjes er makkelijk uit kan vissen. Met z'n vieren deden ze mee aan het WK snel puzzelen voor teams. Daar eindigden ze als 23e, de beste Nederlandse puzzelfamilie. Als je met meer mensen puzzelt, is het ook echt goed op elkaar afgestemd raken. Mijn zus favoriete ding is vlakjes van ongeveer 6 tot 8 stukjes. Daar gaat ze heel goed op en dan gaat het echt supersnel. Erik is heel goed in gebouwtjes met lijntjes. En zo heeft iedereen een beetje dingen waar hij goed in is. En dan helpt het om die sterke punten te benutten. Het gezin is er zomaar ingehold in de puzzelkampioenschappen. Het begon met af en toe een puzzel, maar dat werd al snel meer. We hoorden eigenlijk eerst een aantal jaar geleden dat het Nederlands kampioenschap bestond. En toen dachten we, oh, dat is leuk om een keer aan mee te doen. Leuk. En toen hoorden we dat het wereldkampioenschap in Spanje bestond. En dat hebben we vorig jaar besloten om daar ook aan mee te gaan doen. En toen is de intensiteit dus flink omhoog gegaan. Inge is trouwens alleen kampioen als het om ingewikkelde puzzels met 100 stukjes gaat. In ieder geval in mijn eentje een heel makkelijke puzzel krijgen die voor iedereen makkelijk is. Dan red ik het niet om daar echt verschil op te maken. Timer. Dan kunnen we de thee drinken. Ja, het is een mooi puzzel.